Welkom bij dit symposium Maak het verschil voor onze bewoners. Symposium over welzijn van Liberijn. Wij willen vandaag aandacht vragen. We hebben bijna ruim 300 mensen voor het welzijn binnen de zorginstelling. Platform lanceren, daar hoort u straks ook meer over. We hebben ook een mooie presentatie van culinair coach Lisette Borchert en zij gaat ons meenemen in wat voeding en geur en smaak kan doen met leefplezier. Nou, met het platform hebben we eigenlijk drie belangrijke pijlers. Ten eerste willen we dat het ten goede komt van onze bewoners. We willen niet zozeer iets nieuws verzinnen, maar juist de kennis en kunde van onze eigen medewerkers gebruiken. En we willen graag dat het duurzaam is. In welke zin duurzaam? De waardigheid en trotsgelden zijn niet blijvend, maar het belang van welzijn wel. Dus het kan niet zo zijn dat als de gelden stoppen, dat we met elkaar zeggen, oeps, nu kunnen we geen invulling meer geven aan welzijn. Belangrijk dus om iets te ontwikkelen waarin welzijn gewoon onderdeel is in ons dagelijks functioneren. En waarin we dus niet langer afhankelijk zijn van de gelden, maar gewoon kunnen zeggen, dat is zoals we het doen binnen Liberijn.